Goedemorgen, ik mag jullie namens Pand 21, dus namens Henriette Brouwer en haar team welkom heten. En nou, leuk dat we hier bij elkaar zijn vanochtend, zo op een woensdagochtend. 10 uur en het eerste uitje hebben we al te pakken. Jullie gaan kijken naar de modeshow van Pand 21. En de dames gaan u de najaarscollectie showen van 2013-2014. Leonie en Annemiek. Ja, en voor Annemiek is het de eerste keer dat ze loopt, dus dat zullen we direct even zeggen. En u weet misschien niet wie wie is. Nou, Annemiek is de donkere dame en Leonie is de blonde dame. En zij vallen meteen goed met de deur in huis. Zij showen u namelijk één van de nieuwe merken van Pand 21. En ik weet niet of jullie een beetje Facebook volgen, maar daar zagen we op de site van Pand 21 al regelmatig iets van dit merk. Heeft iemand een idee over welk merk we het hebben? De portemonnees die de dames bij hebben zijn van By Lulu. En die zijn deze keer niet van Pand 21, maar die zijn verkrijgbaar bij Gerrianne, de sokkenzolder. We zien glansmaterialen, gebreide materialen. En dat zullen jullie blijven terugzien. Goedemorgen Erika, Jan, Rita en Esther. In die volgorde. Alles wat de dames dragen is van dit nieuwe merk. Het is een Italiaans ontwerper. Als basisstuk enorm goed te combineren. De schoenen, dat wel de laarsjes, de pumps en de halfhoge laarsjes zijn van JR Schoenmode. Zoals wij dan altijd zeggen van Jan Rijn. In twee prachtige combinaties van het merk Ripkop, Duits van origine. En Treintje die mag direct haar favoriete broek dragen. Geshowd worden vandaag. En dit zijn Annemiek en Leonie weer in een totale andere kleurencombinatie. Ontworpen voor de modebewuste jonge stoere vrouw. En u weet het vast en zeker dat OC daar de Nederlandse eigenaresse van is. De broek die Leonie draagt is een heel bijzondere broek. De meeste Supertrash broeken kunnen namelijk aan twee kanten gedragen worden. Dus in dit geval is de kant die nu naar buiten is de blauwe kant. Maar wordt hij omgedraaid, dan heb je een zwarte broek. Dat mag wel hoor, daar zitten jullie toch?
En naast de groen en koraaltinten zien we ook zeer veel paars en ook de cyclaamkleuren. Het jurkje, het paarse jurkje dat Erika draagt is van van KGOP. Die hadden we nog niet gehad in de show vandaag. KGOP. Een zeer gewild merk. Jurkje met lange mouw, dus u bent in principe klaar met de jurk. Het leuke van combineren is dat zien we bij Esther een Danglio-broek en een KGOP-blouse en een ripcord-broekje. En Rita draagt is natuurlijk heel bijzonder. Daar waar we afgelopen zomer heel veel oranje gezien hebben, zien we dat in de winter in een afgezwakte tint. Een treintje die laat dat zien. Ook een nieuw merk van Pant 21, Donna Dura, Sao Paulo. En wat Henny draagt is van Donna Dura. Vijf kleuren en die kosten €69,95. Dus ja, die kun je eigenlijk overal op combineren. Het zijn broek. Annemiek draagt een tuniek, vleermuismouw. We zien deze winter zowel de kortere lengte als ook deze lengte en nog een iets langere lengte. Dus je kunt eigenlijk alle kanten op, handig. De rok is van Nikki Plessen en het jasje is van Supertrash. En als u nu al zegt van ik zou niet kunnen kiezen wat ik graag zou willen toevoegen aan mijn garderobe. En zou u een keer in alle rust willen kijken, dan biedt Pand 21 daar volop de gelegenheid. Maar u kunt straks natuurlijk ook volop snuffelen. Uitgewerkt, heel bijzonder. Materialen van hetzelfde weefsel moeten zijn, juist niet. Dus wellicht heeft u nog een heel leuk zijden blouse of een glitter topje in uw kast. En dan kan je dat met een nieuwe broek of een colbert weer helemaal opfrissen. En de enkelaarsjes en Erika draagt een pump. Ja, zijn ook allemaal weer van JR Schoenmode. Ja, dat is inderdaad een topkleur die meekleurt met vele combinaties. Hier wordt onze aandacht ook wel getrokken naar het schoentje dat Treintje draagt. Henny. Ik zei Treintje? Ja. Ik bedoel Henny. Dacht ik wel, joh. Dank je. Maar dit is dus een Hypres jurkje. En Treintje heeft haar favoriete jeans aangetrokken vandaag. Ja.
Let ook even op het detail van het laarsje dat Henny draagt. Ja, een blauwe schoen is sowieso altijd moeilijk om aan te komen. Deze zijn echt blauw gecombineerd met goud. Kijk, Leonie is klaar voor de winter. Zij draagt een Nicholson jas. Met bontkraag. En de sjaaltjes zijn ook van Nicholson. Ook heel leuk om er zelfs een cadeautje te geven. De zwerretas van Fred La Bretonnière is duidelijk. En die hebben we even geleend van Jacqueline Beenmode. En de set die Annemiek draagt is van Supertrash. En u denkt misschien dat Supertrash alleen maar voor hele jonge dames is, maar niets is minder waar hoor. Er zitten ook items bij die u heel goed kunt dragen op een iets andere leeftijd dan 25 of nog meer. Ja, decolletés, dus geen decolletés zijn, hoge zorgen. Ik draag momenteel een jurkje van Nicky Plessen, met ook een hele hoge hals. Dat zien we veel, ook met blousjes wordt het bij de mannen ook geadviseerd om tot boven toe dicht en dan wel de mouw op te rollen, zodat het iets lucht krijgt. En nog een winterjas uit de collectie van Pand 21. Erika draagt een jas van Poivre Blanc. Met echte bondkraag. En dit is verantwoord bont, zoals dat gezegd wordt, genoemd wordt. Dons en jas. En mocht u veel op de fiets. Heel bijzonder, hoog aaibaarheidsgehalte. En Jarita laat een zwart-wit jurkje zien, want naast alle kleuren zien we ook veel zwart-wit met grafische prints. Wat Jarita draagt, dat is één jurkje, dus dat hoort allemaal bij elkaar. Het is een hemdjurkje met haar overin een voile top. En Esther draagt een heel herkenbaar Casio-T-jurkje. Als zij het vestje uitdoet, dan zie je een hele bijzondere zwarte jurk. Met een aantal leren lak details. Het is van Casio-P. Uit het zwart-witte assortiment. Hier een hele mooie zwart-wit combinatie. Uit het assortiment van Pand 21. En Harriet vertelde gisteren ook nog even dat deze riempjes, die daar, kan ik hier ook zo pakken. Ja, die zien we heel veel in het modebeeld momenteel. Die kosten €39,95. Dus. Twee glansbroekjes ziet u voorbij komen van het merk Insight. En deze broekjes kosten €89,95. Aan één kant te dragen. Maar voor zo'n bijzonder broekje is zo'n prijs ook welkom. In de kleuren groen en rood. En Leonie draagt daar een shirt op van By Bridget. Het merkenpalet van Pand 21 is ondertussen zo uitgebreid. Dat voor elk dat wild is. Het leuke detail zit hem aan de hals.
zit een bondje op. En je ziet heel duidelijk de By Bridget stempel bij de tops van Annemiek. En had er één kunnen zijn met al die glitters. Weer een hele andere stijl van het merk Ozzy. Ook nog niet zo heel lang in het toilet van Pant 21. Gebreid. En vindt u dit iets te veel gebreid, dan kunt u natuurlijk ook houden bij alleen een vest. Maar het is wel heel erg leuk om het juist zo te laten zien. Is het warm, Erika? De majo's die de dames dragen zijn van Jacqueline B. Mode. Jacqueline staat er natuurlijk bekend om altijd zeer bijzondere B. Mode te hebben. Zoveel verschillende kleuren gaan krijgen deze winter. U ziet in de rekken ook al veel groen. De jurk die Prijntje draagt is een hemdsmodel, dus zonder mouw. Mensen vinden het ook leuk om dan even te horen wat zo'n jurkje kost. Deze kost €129,95. Het enige wat u dan nog nodig heeft is een dikke panty. En klaar. En die nu draagt is wel van Supertrash. Naast de strakke broeken die we veel zien, dus ook nog steeds de iets wat wijder vallende broek. Pant heeft ook nog jumpsuits in dit soort broeken in haar collectie. In de Apple variant. Het lijkt misschien, kijk maar, het is een hele uitgewerkte top. Een mooie voile mouw. Summen hadden we nog niet gezien vanochtend. Dat brengt Erika verandering in. Maar dit is een summum broek. En Rita die laat nog een keer de poivre blanc winterjas zien. En u zult in de show alleen de lange variant zien van deze winterjassen. Dat komt omdat de korte variant nog niet binnen is, maar die komt ook snel binnen. Dus geeft u de voorkeur aan een korte jas
Dan moet u nog heel even wachten. En het is ook nog eens een Gambio-broek die je Esther draagt. En Jarita laat in hetzelfde kleurbeeld een jurk zien van Sao Paulo. Ik ben erachter hoor. Er is een ronde doorgeschoten, merk ik. Dus ik moest in de administratie bijhouden. Maar dit moet een. Prijsje wat jij draagt, moet dit een Donnadura tuniek zijn. Dus dat is van dat nieuwe merk. Maar die heeft van dat laat mij maar achter de schermen. Maar zo nu dan. Dan is dus de jurk die Henny draagt is van KZOP. En die heeft daar een heel mooi los bontje op. Ik ben echt lost in. In het blauw petrolkleur. Hier zien we een combinatie tussen Nicky Plessen en Supertrash. Ik vraag me dan altijd af of die ontwerpers dat zelf ook leuk zouden vinden, zo gecombineerd. Ik weet niet of het u al is opgevallen, maar we zien best wel veel wat wijdere bovenstukken, wat wijdere tops. Dat is heel duidelijk te zien in het jurkje wat ik draag. Het is iets wijder en bij de heupen is het over het algemeen weer wat strakker. Wat zijn je twee vragen? Dit is gewoon een lekker broek. Geen broek. Oké. Lijkt het? Ja. Dat is een super stretch. Ja, dit is inderdaad een blouse, zowel qua model als qua materiaal, wat vroeger ook al eens een keer. Ja. Rita die draagt de nieuwe kleur plum. Soms misschien in het heel snel lijkt het even zwart, maar het is echt een heel andere kleur. Het jurkje dat Erika draagt, het helder rode jurkje, is een. Jurkje van Summen. En u denkt misschien van, hé, ik heb nog niet zo heel veel juffrouw Janssen jurkjes voorbij horen komen. Nou, die zijn er te kust en te keur. Alleen er waren veel te veel combinaties voor de huidige modellen. Weer gecombineerd met een prachtig uitgewerkte sjaal. En we zitten eigenlijk regelmatig naar de ingang te kijken, want de Bewitched sjaals, die heel bekend zijn in Genemar en omstreken, die moeten nog binnenkomen en die zouden vanochtend binnenkomen om 11 uur. En van Plum gaan we dan weer naar het groen. Erg succesvol. Nou, als het bij ons in de buurt komt, vinden we dat altijd leuk, toch? En de blouse die je draagt is van Mystic Blue.
Mystic Blue blouses hebben altijd heel veel prints. Kosten allemaal ongeveer 89, 99. Leonie die voert de temperatuur nog even op en showt een Nicholson winterjas. Een kort model, een bondetjasje noemen we dat. Pedro met bond. En Annemiek draagt een Nicky Pletsen vest met een hele leuke combi van Sunnen. En de ketting die Annemiek draagt is van Supertrash. Want Supertrash heeft behalve kleding ook sieraden, schoenen, tassen. Nou, alles wat te maken is, wordt door Supertrash ontworpen. Heel mooi aanlijntje in de top. Dit is inderdaad weer zo'n broek die aan twee kanten kan worden gedragen. Hij hangt daar, daarachter. Ja. En volgens mij is de binnenkant mat. Bruin, hè? Ja. 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 Klim het zelfs. Eén broek, of twee broeken voor de prijs van één. Dan kom je met een Supertrash top. Collectie van de Armand Schult, Erika en Lirias in de kleur, ja, u raadt het al. En plum. Een cambio broek eronder, jurk heeft een hemdmodel. En Harry laat eerst even, of Esther laat eerst zien de poivre blanc jas in de kleur helder rood. Sorry, met een hele mooie rug. Ja. Proberen zij dat altijd heel bewust te doen en zij gaan ook liever voor veel merken en daar wat minder items staan dan, zodat je een hele brede collectie hebt. De blouse van Erika is van het merk Annie Carrots. En ondertussen kennen de dames van Van. Ja, er wordt heel hard en naastig gewerkt achter de schermen. En ik weet dat ik het al eerder verteld heb, maar de dames kleden zich om. Henny draagt weer een juffrouw Jansen jurkje met een heel mooi jasje van Sao Paulo. En in hetzelfde dessin draagt dan Treintje in een jurk. Dus mocht u nog een peesje in het verschiet hebben, dan hier twee prachtige combinaties. Maar u kunt dan natuurlijk ook gewoon aantrekken en een avondje uit. En het jasje wat Treintje net uitdoet, dat kunt u natuurlijk ook heel goed combineren op een broek. Doen, doen, doen. Kom die voorbij komen. Leonie draagt het jurkje wat ik momenteel ook draag, maar dan gecombineerd met een jasje. En Annemiek laat een Supertrash jurkje zien. En de glitterpanty is van Jacqueline Leemode. En ook hier zagen we weer een combi van Nicky en Supertrash. Want het jasje is dus van Nicky Plessen en het jasje is van Supertrash en het jurkje van Nicky Plessen.
En ik zal niet ontkennen dat dit toch wel echt iets is voor jonge meiden. We dragen nu veel de enkellaarsjes van Jan Rijmen. Onder dit soort jurkjes is het zelfs ook gewenst om er een sneakertje onder te trekken. Dus dan wordt het helemaal sportief en hip. Dus een sportschoen, zeg maar. En hier zien we wellicht al een kleine knipoog naar het eind van dit jaar. Met mooie glimmaterialen. Esther draagt een jurkje van KZOP en ook een dito jasje. Fantastisch draagbare materialen. Erika draagt daar nu een legging onder, maar natuurlijk kunt u dat ook dragen met een panty, waardoor het nog een chiquere uitstraling krijgt. En Jarita, die hebben we nog niet heel goed, misschien wel bekeken, maar nog niet benoemd. Zwart-wit, en dat is van het merk Donna Dura. En dit is een combi rokje jasje, dus kunt u ook los van elkaar dragen. 23. Maar deze is groot, groot en uitgebreid. Dus ga straks lekker snuffelen. We zullen straks de stoelen aan de kant doen. En nou, als ik jullie mag vragen, een klein applaus voor onze mannequins. En Annemiek, voor jou een speciale vermelding. Voor de allereerste keer. Top gedaan. En u zult ook zien dat... het team van achter de schermen zal u straks bij ons voegen en die zal u ook gaan helpen om het een en ander op te zoeken. En ik hoop dat u een goed beeld heeft gekregen als u straks naar huis gaat.